Ik zou graag met u beginnen, Jan. Misschien heel kort, want ik denk dat de twee andere personen die deelnemen aan het sofagesprek geen onbekende zijn voor de mensen in de zaal. Maar misschien jij misschien wel. Wie is Jan? Jan de schoolmeester is bio-ingenieur van opleiding. Mm-hmm. En hij heeft samen met Thomas Rottier een boek geschreven, dat trouwens hier buiten ook te koop is, met de titel De wereld red je niet met minder, minder, minder. Ze gaan voor een groen 2.0, Jan. Ook een van de oprichters van ecomodernisme.be, samen met Thomas. Dus Jan, vandaar de vraag dat ik die graag eerst aan u wil stellen. Mm-hmm. Die tegenstelling die soms gezet wordt tussen welvaartsgroei enerzijds en klimaatverandering anderzijds. Hoe kijk jij daarnaar? Well, ik denk dat welvaartsgroei en het klimaat aanpakken, dat zijn eigenlijk geen tegengestelden. En wat we bijvoorbeeld zien uit de data, is dat sommige landen, sommige welvarende landen in het Westen, die slagen er eigenlijk al in om te groeien en tegelijkertijd een CO2-uitstoot naar omlaag te brengen. En uiteindelijk, dat is ook geen rocket science, want naarmate dat wij onze elektriciteit steeds koolstofarmer gaan maken, dan zou je dat toch verwachten, hè, dat we dat kunnen doen groeien en die CO2 naar omlaag brengen. Wat ik wel denk is, dat zijn lokale fenomenen. Dus ja, niet in elk land gebeurt het al. En dat fenomeen zal natuurlijk wel, naarmate de andere landen welvarend worden, zullen zij ook in staat zijn om meer en meer te investeren in koolstofarme elektriciteit. Mm-hmm. Dus dat is de essentie daarvan, denk ik. Ja. Bert, we waren vorige week, was jij mee naar het bezoek dat we aan in het Verenigd Koninkrijk in Londen. En ik herinner mij een van de presentaties vanuit de administratie, Business, Energy and Industry. Een van de zaken die daar op de slide stonden, was dat de nieuwe Britse regering, dat zij gaan voor pro-growth en pro-business in het aanpakken van hun energie- en klimaatverhaal. Maar ik denk dat dat de logica zelf is om op die manier aan de slag te gaan. Want het is eigenlijk zoals al gezegd is, als je aan de mensen zegt, het zal met een pak minder moeten, dan ga je op vlak van draagvlak voor die energietransitie ga je natuurlijk alles onderuit halen. Je moet er net voor zorgen dat als je dat aanpakt, dat mensen daar gewoon ook zelf beter van worden. Dat dingen goedkoper kunnen, dat ze daar meer welvaart aan overhouden. Dat daar allerlei bedrijven en KMO's mee aan de slag kunnen. Ik denk dat we hier al een aantal hebben gehoord die aan het innoveren zijn tegen de sterren op om ervoor te zorgen dat het beter wordt. En het is enkel een oplossing die ervoor zorgt dat we er allemaal beter van worden en tegelijkertijd de CO2 naar beneden halen, dat we er gaan komen. Want al de rest kan je misschien volhouden voor een korte periode. Hè, wat af en toe uit het ecologische hoek wordt gezegd van ja, het moet allemaal met minder, minder, minder en dan gaan we er wel komen. Ja, dan zal het draagvlak ook minder, minder, minder zijn en dan gaan we dat gewoon niet volhouden, want dan zijn we onze bevolking eigenlijk voor een stuk aan het uitpersen. Dus we moeten er absoluut voor zorgen. Laat ons vooruitgang boeken. Laat ons die intelligente technologieën inzetten die er nu zijn en die er in de toekomst nog aankomen. En we zullen er aan het eind niet alleen een betere planeet aan overhouden, maar waarschijnlijk ook een betere portefeuille. Inderdaad, inderdaad. Belangrijk. Minister van Financiën reageert al onmiddellijk. Hij hoort het woord portefeuille. Matthias, ik kom eigenlijk automatisch bij u terecht. Want een van de zaken die we ook hoorden, ook Bertrand Piccard verwees daarnaar, ook iets wat wij als partij eigenlijk telkens voorop stellen in ons energieverhaal, dat is die energieefficiëntie. Daar start het eigenlijk bij. Andries heeft het ook in zijn inleiding gebruikt. Elke kilowattuur die je niet gebruikt, is eigenlijk de goedkoopste, de veiligste, degene waarmee dat je niet afhankelijk bent van anderen. Dus die energieefficiëntie is belangrijk. De Vlaamse regering doet daar heel wat zaken om rond die energieefficiëntie te gaan werken. Kan je daar een aantal zaken van toelichten? Ja, misschien eerst aangeven. Goedemiddag allemaal, maar ik zit hier een beetje ter vervanging van Zuhal, die is ziek. Ik heb vanmorgen thuis de vraag gekregen, gaan de mensen dan niet ontgoocheld zijn als u zien? Maar ik hoop dat dat wat meevalt. Nu, het is zeer moeilijk om iets... Is dat een ja of...
Maar ik moet eerlijk zijn, het is zeer moeilijk om nog iets zinnig te zeggen na zo'n inspirerende speech van meneer Picard, die eigenlijk ongeveer exact vertelt wat wij als partij al zeer, zeer lang verkondigen. Hè. Mm-hmm. Dit is wat die klimaatprotesters zouden, die klimaatspijbelaars zouden moeten horen. Ik heb deze week nog maar geleerd dat blijkbaar het katholiek onderwijs in Vlaanderen oproept om op zondagen naar klimaatbetogingen te gaan. Ze zouden misschien beter een keer proberen om deze boodschap aan leerlingen te brengen. Dus ik denk... En dan om op uw vraag te komen, inderdaad, dat is eigenlijk exact de keuze die wij als Vlaamse overheid gemaakt hebben. En dat is geen gemakkelijke keuze, voor alle duidelijkheid. Want de vraag die je vandaag het meest krijgt, zowel vanuit de gezinnen als vanuit ondernemingen, is de vraag natuurlijk om die factuur zelf naar beneden te krijgen. En eigenlijk een compensatie te geven, hè, van betaal mee in mijn factuur. Zeer begrijpelijke vraag, absoluut wel. Maar op lange termijn helpt ons dat geen sikkepit vooruit. Dus welke keuze hebben wij gemaakt? En die hebben we al vroeger gemaakt. Dat is niet alleen de laatste weken en maanden, maar dat is dat we willen om meer energie onafhankelijk te zijn. We willen altijd onafhankelijkheid. Dus ook voor energie is dat nu ons nieuwe leidmotief. En dat hebben we inderdaad gedaan. Ik denk dat we in juni hebben dat systeem nog de laatste keer een beetje bijgeschaafd. En dat is Zuhal en ik die dat samen gedaan hebben. Zij vanuit klimaat, ik van bij wonen. Om te zorgen dat mensen thuis minder energie verbruiken. Er zijn al zeer veel cijfers gegeven vandaag, maar ongeveer 30% van uw energie gaat verloren als uw dak niet geïsoleerd is. En dat is echt niet zo'n heel grote kost. Dat kan je heel gemakkelijk doen. We geven u zelfs premies aan doe-het-zelvers die dat kunnen doen. Ik kom uit een aannemersfamilie, dat is geen gemakkelijke geweest om uit te leggen. Maar zelfs dan kan je een premie krijgen om dat te gaan doen. En dus daar moeten we naartoe gaan zorgen dat we minder energie verbruiken. Ik vond het efficiëntieverhaal daarnet van meneer Picard bijzonder terecht en inspirerend. Ja. Mm-hmm. Zeker. Energie-efficiëntie is inderdaad het startpunt, maar we gaan natuurlijk wel energie blijven nodig hebben. Hè. Als je kijkt, er bestaan daar verschillende studies over. We gaan meer en meer gaan elektrificeren, dus het energieverbruik zal ook stijgen, zal toenemen. Cijfers zeggen tegen 2050 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Dus we zullen toch energie zullen blijven nodig hebben. En een van de vormen van energie waar wij als partij heel sterk in geloven, is die kernenergie. Kernenergie, als je ziet wereldwijd, ik heb de cijfers hier voor mij, wereldwijd ongeveer staat kernenergie voor 10,3% van de elektriciteit in. In Europa is dat een heel stuk meer, is 27% van alle elektriciteit die door kernenergie opgewekt wordt. En... ja, kernenergie op een kleine oppervlakte, grote volumes kunnen produceren, emissievrij. Heel wat landen zien we die daarin investeren. Alleen zien we dat in ons land een belangrijke kwestie, een hete kwestie, blijft onbegrijpelijk soms. Dus Jan, wat is uw visie daarop? Maar ja, natuurlijk. Het eerste wat ik zou zeggen is, de beste kerncentrale is de kerncentrale die je niet meer moet bouwen. Dus degene die wij nu al hebben, die zijn nog... In essentie zijn die technisch gezien, zouden we die nog perfect jarenlang kunnen doorgebruiken. Dus dat lijkt me eigenlijk de essentie. We zouden, ten eerste, we zouden er moeten verlengen. Het tweede punt wat ik denk is, ja, we kunnen natuurlijk ook nadenken over nieuwe kernenergie. Dus we zouden kunnen nadenken, gaan we bestaande technologie gaan uitbouwen of gaan we small modular reactors, dus kleine modulaire reactoren die een stukje kleiner zijn, kunnen bijbouwen. Maar langs de andere kant wil ik ook wel benadrukken dat we moeten eigenlijk breder denken dan kernenergie alleen. Dus we hebben natuurlijk ook massaal veel hernieuwbare energie nodig. Zon, wind, zonnepanelen op daken zijn slimme dingen. Ik hoor ook over gebouwen isoleren. Dus dan wil ik de boodschap van Energy wel even bekrachtigen. We moeten elektrisch gaan rijden. Ja, gebouwen isoleren, ook meer offshore wind. Dat kwam ook naar voren in die drie scenario's. Dus dat was kernenergie en meer offshore wind die eigenlijk het goedkoopste scenario gaven. Dus dat is wel een belangrijk pad om over na te denken, lijkt mij. Ja, zeker en vast. Bert, bijna wekelijks bij ons in het parlement, in het federaal parlement, voer jij een strijd met onze groene minister van Energie, Tine van der Straten, om te overtuigen om die kerncentrales zoveel mogelijk open te houden. Een verbeten strijd, kan je de mensen daar
iets meer over zeggen? Ja, het probleem is natuurlijk dat het veel te langzaam gaat, het groeien van het besef. Want eigenlijk brengen wij deze boodschap al heel, heel lang. Zelfs voordat ik in het parlement terechtkwam, was het verlengen van kerncentrales was een van de grote punten waar destijds te vroeg van ons ontvallen Flor van Oppen voor strijden. Wij hebben dat natuurlijk blijven doen. En dan merk je dat het een hele tijd heeft geduurd voor het besef is beginnen groeien bij de anderen. Want toen dat wij in 2012 een nota neerlegden om toch eens na te denken over nieuwe kernenergie, dan stond daar een man met een strikje op het spreekgestoelte en die zei, op welke planeet leeft de N-VA? Ik moet zeggen dat aangezien dat we ondertussen een stukje zijn verder geraakt, zien we in heel Europa dat die beweging naar voren is gekomen. Ja, en dat maakt natuurlijk dat je mee op die trein moet en ervoor moet zorgen dat gebeurt. Alleen onze regering, en vooral onze minister van Energie, ja, die lijkt zich daar altijd maar tegen te verzetten, slepen met de voeten. Het is bijna alsof ze op een roltrap in de verkeerde richting aan het lopen is om toch maar het zo lang mogelijk te laten duren. En het gevolg is daarvan dat wij begin deze legislatuur vroegen om al minstens die twee kerncentrales te verlengen. Men heeft er dan vervolgens 2 jaar over gedaan om tot diezelfde conclusie te komen. Wij zeggen al een hele tijd, zeker na de inval in Oekraïne, ja, we moeten ook nadenken over die andere kerncentrales. Ja, week na week, maand na maand, zeiden zowel De Croo als Van der Straten, nee, daar moeten we zelfs niet over denken. Wat was de krantenkop de afgelopen week? De regering denkt na over het verlengen van meer dan die twee kerncentrales. Dus we hadden heel veel tijd kunnen winnen door dat nu aan te pakken. En ook het rapport van Energyville zegt niet alleen iets over die nieuwe kerncentrales op langere termijn, maar geeft ook opnieuw aan dat die bestaande kerncentrales natuurlijk vandaag een van de goedkoopste stuurbare vormen zijn van elektriciteitsproductie. Ja, en daar moeten we toch absoluut benadrukken dat we die eigenlijk zo lang mogelijk in dienst moeten houden, op voorwaarde dat dat veilig kan. Maar ik heb geen indicaties dat dat niet veilig zou gebeuren op deze manier. Dus ik denk dat we daar moeten blijven duwen en dat de rest van de regering, of de regering zoals er vandaag zit, zich wat moet kunnen losknippen van die groene ideeën. Want ik merk dat er wel een aantal partijen zijn die bij ons komen hangen en zeggen van ja, eigenlijk is dat best wel een goed idee. Maar als er op de regeringsbanken moet worden beslist, dan is het mevrouw Van der Straten die blijkbaar net iets meer te zeggen heeft dan alle anderen. Dus ik denk dat we daar gewoon keihard mee vooruit moeten. Want anders gaan we er niet komen. Het zal een combinatie zijn, hernieuwbaar en kernenergie. Maar dan moet je het alle twee wel doen. Inderdaad. Dus ik zou zeggen, Bart, blijven op die nagelknoppen, blijven de rest losknippen van de groene minister. En dan hopelijk gaat de wijsheid eindelijk nederdalen, bij wijze van spreken. Maar je gaf terecht aan, dat is trouwens ook iets waar wij als partij altijd voor hebben gepleit, voor die mix tussen kernenergie enerzijds en hernieuwbare energie anderzijds. Hè. Ook de studie van Energyville, waar al een aantal keer naar verwezen is, wijst daar duidelijk naar. Matthias, hernieuwbare energie, een bevoegdheid in ons complex land, een belangrijke Vlaamse bevoegdheid toch wel. Er wordt daar een beetje over gedaan, alsof dat Vlaanderen niks zou doen rond die hernieuwbare energie, maar ik denk dat jij toch wel het tegendeel kunt... Ja, het tegendeel is waar, absoluut. En er zijn eigenlijk twee zaken die men altijd aan, of argumenten die men uit de kast haalt om tegen kernenergie te zijn. Dat is inderdaad eerst de veiligheid, waar normaal gezien geen problemen rond mogen zijn, omdat dat inderdaad wel van heel dichtbij opgevolgd wordt. En ten tweede, dat het in concurrentie zou komen qua investeringen met investeringen in hernieuwbare energie. Maar niets is minder waar. En het meest vreemde van alles is dat men dat al zeer lang weet, dat onze energienood, het feit dat alleen maar omhoog gaat. Ik herinner mij, nog 10, 15 jaar geleden dacht men dat, en dat is ook een deel zo, maar men heeft er ook wel efficiëntiewinsten geboekt, maar dat alleen maar de digitalisering een heel grote hap uit onze energie zou opnemen. Als je nu effectief wil gaan naar die elektrificatie van heel dat wagenpark, ja, dan hebben we vandaag ook nog lang niet genoeg energie. En dus daar moeten ook nog efficiëntiewinsten op geboekt worden. Maar inderdaad, ook vanuit Vlaanderen doen wij wel degelijk heel veel inspanningen om te zorgen dat er geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie. Ik heb vandaag met
Een beetje een heel belachelijk filmpje op het journaal dan, maar hebben wij de start gegeven van een project waarbij dat we 1/3 van alle daken van alle sociale woningen in Vlaanderen gaan volleggen met energie, met zonnepanelen. Dat gaat over 395.000 panelen, over zeer veel kilowatturen. Ik ben geen ingenieur, spijt me. Maar zeer veel winst die we daarmee boeken. Het equivalent van 3,25 miljoen bossen qua CO2-besparing. Dus dat is echt wel een bijzonder grote inspanning. En het leuke van al voor mij is, we doen dat zonder 1 euro subsidie. Heel dat systeem is economisch rendabel op zich. Dat is Aster, dat is een samenwerking van 64 sociale huisvestingsmaatschappijen die zich samengegooid hebben. En ze hebben daar redelijk lang aan gewerkt om dat model werkbaar te maken. En we moeten eerlijk zijn, ook de stijging natuurlijk van die energiekost heeft daartoe bijgedragen. Maar we hebben dus een volledig economisch haalbaar op zichzelf staand project om 400.000 zonnepanelen te leggen. Dat lijkt mij een zeer mooi voorbeeld te zijn. Daarnaast ook rond windenergie. Vlaanderen haalt al zeer lang zijn doelstellingen. Wij plaatsen een kleine 50 windmolens zijn er in 2021 bijgekomen. En nog heel wat cijfers die we daarover kunnen geven. Maar we doen daar wel degelijk die inspanningen. En dat is perfect te combineren met het behoud van die kernenergie. Ja, inderdaad. We zijn daar bij de koplopers. Hè. Zo, op Europees niveau, als je kijkt, zowel wat zonne-energie als windenergie betreft. En België zou België niet zijn als het allemaal heel complex is, want je sprak over windmolens, Matthias. Wij zijn als Vlaanderen enkel bevoegd, jammer genoeg, voor de windmolens op land, de windmolens op zee, de offshore wind, zoals gezegd. Dat is alweer een federale bevoegdheid. Bert, Michel, tijdens de regering Michel zijn daar toch wel wat maatregelen genomen waar nu Tine van der Straaten graag de pluimen van op haar hoed wil steken, maar jij kunt daar meer over zeggen. Hè? Ja, dat is absoluut zo, want eigenlijk in de vorige legislatuur is de bouw geweest van ongeveer 1,5 gigawatt aan windmolens op zee. We hebben dat toen allemaal in gang gezet. We hebben ook die tweede zone voor offshore windmolens toen aangeduid. En natuurlijk, als er lintjes moeten worden geknipt, dan staat Tine van der Straaten daar alsof dat ze het allemaal zelf heeft uitgevonden. Alleen merken we nu dat het allemaal niet zo snel meer gaat. Bijvoorbeeld, we hebben gevraagd aan mevrouw van der Straaten, wanneer komen dan die volgende windmolens op zeder? Wanneer zullen die kunnen geopend worden? En zij heeft gezegd van, ja, halverwege 2028 zou dat wel moeten kunnen. Maar dat wil zeggen dat er deze legislatuur eigenlijk op dat vlak, ja, buiten voorbereiding, niet zo heel veel gebeurt. En dat is natuurlijk allemaal wel heel jammer te noemen. Dus op dat vlak denk ik dat we sneller vooruit moeten gaan. Daar zitten ook wel wat Vlaamse bedrijven tussen die daar mee aan de kaart trekken om dat allemaal uit te rollen. Maar men moet vooral vooruit gaan. En ik merk dat het in de andere richting gaat. De regering heeft bij de verlenging van die twee kerncentrales, of de intentie om dat te doen, gezegd van, en tegelijkertijd gaan we die offshore windmolens een volledig kwartaal vroeger realiseren, maar bij mijn laatste vraag waren dat al 2 kwartalen later. Dus op dat vlak denk ik dat we niet de juiste richting aan het uitgaan zijn, maar daar is veel werk aan de winkel en ik geloof dat we daar inderdaad toch wel wat kunnen gaan produceren, ondanks het feit dat onze kustlijn natuurlijk heel veel functies heeft en uiteindelijk maar 67 kilometer lang is. Ja, inderdaad, op dat vlak. Hè. Ik verwijs terug naar ons bezoek in de UK. Daar hoorden we iets andere cijfers. Hè. 50 gigawatt aan offshore wind tegen 2030. We hebben natuurlijk een veel langere kustlijn, inderdaad. Maar om maar aan te tonen dat er inderdaad heel veel geïnvesteerd wordt, gedaan wordt, ook rond die hernieuwbare energie. Hè. En vandaag de dag zitten we met hoge energieprijzen. Het is al verschillende keren aangehaald. Maar we zien dat ook de voedselprijzen vandaag de dag stijgen. Onze winkelkar wordt duurder. Er zijn heel veel oorzaken voor. Maar ook hier is een van de redenen voor die stijgende voedselprijzen toch wel het feit dat innovatie tegengehouden wordt. En dan denk ik aan bijvoorbeeld GGO's of nieuwe technieken van plantenveredeling, waardoor dat we eigenlijk op een kleinere oppervlakte meer zouden kunnen produceren, minder afhankelijk worden van het buitenland, Jan? Ja, ik zie eigenlijk verschillende thema's door elkaar heen lopen. Hè. Dus ja, ten eerste heb je natuurlijk die hoge gasprijzen en het conflict in Oekraïne-Rusland. Dus veel van onze kunstmest komt eigenlijk uit Oekraïne en Rusland. Dat is al één punt. Tweede punt is, ja, kunstmestfabrieken hebben natuurlijk gas nodig, aardgas. Hè. Dus, en ja, voor die waterstof daaruit te halen. Maar ja, die is natuurlijk nu een pak duurder, dus daarmee stijgt de kunstmestprijs en ook de voedselprijzen.
Maar natuurlijk, een van de manieren hoe wij dat zouden kunnen counteren op middellange termijn, dan denk ik eerder, is ja, inzetten op landbouwopbrengsten gaan verhogen. En dat kunnen we doen door Gentech in te zetten. En we hebben daar... Ja, natuurlijk, je hebt het... Ik vind wel, we moeten wel een duidelijk onderscheid maken tussen GGO's en tussen CRISPR. CRISPR is eigenlijk een vorm van gene editing. Dus wat dat GGO's doen, zijn eigenlijk een gen van iets anders inbrengen, van een bacterie, van een plant, van iets anders. Maar gene editing, dat is eigenlijk het DNA zelf gaan bewerken. Dus je hebt het DNA van pakweg een tomaat of zoiets. En je gaat die gaan bewerken zodat die plots een schimmelresistent gen heeft. Dus je verandert een paar lettertjes in dat gen. Waardoor dat je opbrengsten verhogen met minder... ik zeg bijvoorbeeld, als die schimmelresistent is, moet je minder fungicide gaan gebruiken. En dat is eigenlijk de way forward, denk ik. Het heeft geen zin om die gene-editing te gaan tegenhouden. Dat is lang een groen stokpaardje geweest om Gentech in het algemeen tegen te houden, maar we moeten daarvan af. Dat kan ons absoluut helpen. Ja. Ja, het is ook geen verre toekomstmuziek, hè, want op basis van CRISPR zijn er bijvoorbeeld al nieuwe tarwesoorten ontwikkeld die veel beter tegen droogte kunnen. We horen, hè, Oekraïne is de graanschuur van Europa, maar als we ook hier bij ons tarweoogsten zouden kunnen vermijden dat ze mislukken door droogte, zouden ook die voedselprijzen minder snel stijgen en Het probleem is een beetje, dat je zegt het zelf, hè, daar heb je eigenlijk weer een groen dogma. We hebben het groene dogma tegen kernenergie, we hebben het groene dogma tegen alles wat GGO's, maar ook nu de nieuwe techniek CRISPR is. Maar het zijn jammer genoeg niet alleen de groene dogma's, maar we zien ook Europees qua wetgeving dat daar toch ook nog hinderpalen zijn. Hè? Ja, daar heb je eigenlijk dus... Ja, Wat het Europese Hof van Justitie heeft beslist in 2018, is eigenlijk dat CRISPR en gene-editing, dus die nieuwe breeding-techniek, zoals dat ze die eigenlijk noemen, dat die eigenlijk onder de GGO-regelgeving vallen. En dat is eigenlijk ja, een regelgeving die dus op basis van veredelingstechniek, op basis van het proces, gaat die eigenlijk gaan zeggen van... gaat hij eigenlijk een strengere beoordeling doen. En voor mij houdt dat eigenlijk niet zo heel veel steek. Ik vind eigenlijk dat gewassen, nieuwe gewasvariëteiten, dat die op gewasvariëteit zelf moeten op veiligheid beoordeeld worden. Je kunt ook met klassieke veredeling kunt jij ook onveilige gewassen tegenkomen. Dat is gebeurd ook met aardappelen die meer toxines bevatten. Maar eigenlijk vind ik zelfs dat je met... gene-editing, je gaat daar een heel precieze ingreep gaan doen. Je verandert maar enkele lettertjes op Hansa DNA. En je hebt veel minder onzekerheid, denk ik, juist, doordat je zo precies te werk gaat. Dus dat houdt geen steek. Dus eigenlijk moeten we naar een productgebaseerde wetgeving gaan in plaats van een procesgebaseerde wetgeving, waarbij dat we gene-editing daaruit trekken. Ja, inderdaad. En die veredeling, wat dat daar gebeurt, is eigenlijk niets meer dan het natuurlijke proces gaan versnellen. Hè. Want er is geen enkel product dat wij vandaag eten dat een oerproduct is, bij wijze van spreken. Dat is allemaal het resultaat van natuurlijke veredeling dan. En wat dat we met die biotech willen doen. Sommige mensen denken dan aan blauwe tomaten en zo, maar daarover gaat het niet. Hè. Nee, het is eigenlijk... Het is eigenlijk grappig, want ik had gisteren een link zien passeren over allerlei kleuren van tomaten die ze dus met gene-editing zouden kunnen doen. Je zou eigenlijk door aan meerdere genen te sleutelen, zou je dus meerdere kleuren tomaten kunnen maken. Maar het ding is dus eigenlijk dat de consument ten eerste die kan meer diversiteit krijgen. We kunnen klimaatresistentere gewassen maken. Dat is ook een voordeel. We kunnen gewassen maken die minder pesticiden, laat ons zeggen, nodig hebben. Dat is eigenlijk gewoon wat een duurzame landbouw op zich zou willen. Ik zei daarnet ook bijvoorbeeld meer diversiteit. Tegenwoordig hangen wij sterk af van drie gewassen. Dat is aardappelen, rijst en tarwe. En de landbouwdiversiteit is eigenlijk sterk vernauwd, laat ons zo zeggen. En een van de zaken die we daarmee kunnen doen, is eigenlijk oude, vergeten rassen terug sneller gaan domesticeren met CRISPR.
En dus eigenlijk meer variëteit in de landbouw binnenbrengen. Ik zie niet in waarom we daar eigenlijk zouden tegen zijn, bijvoorbeeld, mm-hmm. tegen zulke dingen. Mm-hmm. Ook het voordeel voor de biodiversiteit, hè, want je kan mm-hmm. op een kleinere oppervlakte meer produceren, waardoor dat er meer ruimte vrijkomt voor natuur en dus biodiversiteit. Ja, en hè. Daar denk ik dat bijvoorbeeld daarnaast ook precision farming wel interessant zou kunnen zijn. Hè. Dus dat is eigenlijk een soort van sterk geautomatiseerde landbouw, waarbij dat we ja, met drones over velden kunnen laten vliegen en die kunnen dan detecteren waar zit die schimmel hier juist ergens. Enkel daar ga ik fungiciden lossen. Mm-hmm. En dan gaan we onze fungicidenverbruik ook gaan verminderen. Hè. Ja. Dus dat ja. is meer uit minder halen uiteindelijk, hè, met ja. minder milieuschade. Veelbelovende technieken, inderdaad. Zeker. En ik sprak over biodiversiteit. En dan komen we meteen bij het laatste thema dat ik hier graag zou behandelen. En dat is natuurbehoud. Matthias, denk, met corona zijn er nog meer mensen dan daarvoor onze natuur terug gaan waarderen door meer te gaan wandelen en te doen. Natuurbehoud is heel belangrijk in onze strijd tegen de klimaatverandering, ook om terug die biodiversiteit te gaan krijgen. En ook daar neemt de Vlaamse regering toch heel wat initiatieven. Hè? Ja, als ik eerst op het vorige thema heel kort mag terugkomen, ik denk dat wij in Vlaanderen onvoldoende beseffen welk gigantisch potentieel op het gebied van innovatie wij hier hebben. We hebben daar juist een heel pak mensen gehad die hun product kwamen voorstellen. Ik kijk hier ook richting Philippe Muiters, die daar als minister gigantische bedragen naartoe gestuurd heeft en waar wij allemaal nu van mee profiteren. Om het heel kort te maken, er is een Duitse instelling, ik weet nu niet meer de naam, maar die schaalt Vlaanderen effectief in bij de top wereld innovatieve regio's. En wij beseffen dat veel te weinig. En dat is deels waarom, omdat er in de jaren 80 enkele vooruitziende politici geweest zijn die de moed hadden om toen ook tegen... Want nu doen we precies alsof dat die DIRF en dat plan van Geens in de jaren 80, dat iedereen het daar zomaar mee eens was, maar dat is niet waar. Er was daar toen ook tegenstand tegen. Maar die hebben dat doorgeduwd, die hebben daar zeer veel geld in gestoken. Dat maar op lange termijn zou renderen, wel, vandaag rendeert dat. IMEC is daar een van het meest genoemde, maar hier een beetje verder, trouwens niet toevallig tegenover Don Bosco's Wijnaarden, waar ik naar school gegaan ben, maar zit... Daar zit de biotech-cluster die effectief wereldwijd aanzien wordt als leidend op gebied van biotechnologie. Maar in Vlaanderen zijn wij ons daar veel te weinig van bewust. Wij voelen dat te weinig aan. We dragen die trots veel te weinig uit. Ik denk dat we daar meer moeten op wijzen. Want vandaag ook met Jan Bond, de FTI, Flanders Technology and Innovation, proberen we dat te herhalen. Dat is ook iets dat op lange termijn zijn vruchten moet afwerpen. Maar het is opnieuw een zeer bewuste keuze om die lange termijn strategie vandaag al te gaan uitrollen. Nu, uw vraag naar natuurbehoud. Ja, dat is natuurlijk Zuhal haar verdienste, absoluut. En we kunnen daar ondertussen heel mooie cijfers voor leggen. Er is nog nooit zoveel bos bijgekomen. De getallen 600 hectare of 6000, ik weet het zelfs niet meer. Ik heb ze allemaal voorbereid gekregen, maar ik ga ze niet allemaal aflezen. Maar we maken daar een sprong voorwaarts zoals er nog nooit in gebeurd is. We zijn ook bezig met het uitrollen van die Vlaamse parken. Is er een beetje discussie geweest over de naam. Ik had Vlaams Nationale Parken voorgesteld, maar dat is er niet doorgekomen. We hebben ook landschapsparken en dergelijke meer. Een heel belangrijke en een heel mooie om nu te vertellen. Jullie zijn de voorbije maanden, de zomermaanden, om de oren geslagen geweest met berichtgeving over droogte. En dat was ook zeer terecht. Dat was ook een nijpend probleem op dat moment. En dat leek ook mogelijk. Allee, we zijn daar maar net ontsnapt aan captatieverboden en dergelijke meer. Hè, dat er geen grondwater meer zou mogen gebruikt worden. Maar men heeft voortdurend eigenlijk verteld in de media van doet Vlaanderen wel genoeg? Maar het feit dat we uiteindelijk geen extra maatregelen moeten nemen hebben, het feit dat er geen verboden gekomen zijn van welke aard dan ook, is net omdat we de laatste jaren hard geïnvesteerd hebben in die waterhuishouding in Vlaanderen. Ik weet in het kader van het Terlandse plan gaat het om een dikke 300 miljoen voor de Blue Deal. Dat is onder andere ook in de bouwsector. Meneer Dillen heeft daar heel hard op mee ingezet. Ook nu, bij de begrotingsbesprekingen, is daar nog eens een pak geld vrijgemaakt om ook naar de toekomst daar te blijven op inzetten. Daarnet heeft ook het verhaal van Natuurpunt verteld geweest over die natte natuur in Vlaanderen. Maar dat is ook iets waar we heel hard op inzetten. En we maken daar wel degelijk zeer duidelijke keuzes die absoluut te verdedigen zijn en die ook in de toekomst hun vruchten zullen afwerpen voor ons. Ja, absoluut. En ik denk dat we daarmee aantonen dat de uitdagingen zijn groot. Ik denk dat niemand van ons dat zal ontkennen. Maar het zijn uitdagingen om aan te pakken, die ook aangepakt worden, die ook verder aangepakt
zullen worden. En ik denk dat iedereen daar in de zaal zijn steentje toe kan bijdragen op zijn of haar manier. Dus Matthias, Jan, Bert, ik wil jullie heel graag bedanken. Bedankt.